Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken? Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn? Als we praten over vrijgevigheid, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Vrijgevigheid maakt jouw leven mooier en groter, niet kleiner. You will never come second by putting God first. Als je God op de eerste plaats zet met vrijgevigheid. Ik leef niet meer voor mijzelf. Ik leef om God te dienen. Zelfs de financiën. Zelfs de financiën. Zelfs de financiën. Zeg even, zelfs jouw financiën. Zeg de buurman, jouw financiën. Dat is niet meer helemaal van mijzelf. Ik ben een rentmeester. En ik wil God daarmee dienen. En als je praat over, je voelt al, hij gaat anders dan vanmorgen. Ik zat op die stoel en ik dacht, er is een andere dynamiek. Weet je waarom? Omdat een groot deel van ons, deze groep, weet al ongeveer het onderwijs. Vanmorgen had ik het over 1800 mensen die meekeken, waar een groot deel nog nooit eerder hebben gehoord. Dus ik ga nu niet enorm doen, maar ik ga je inspireren. Hoop ik. Ik hoop dat de Heilige Geest je inspireert. Vergeet mij, de Heilige Geest. Ik word er altijd blij van als ik daarmee bezig ben. Maar hier beginnen we. Als je praat over vrijgevigheid, dat je weet waarom. My money makes a difference. Mijn geld maakt een verschil. Mijn geld maakt een verschil. Wat ik investeer in Jezus' naam, maakt een verschil. Mijn tijd ook. Mijn tijd wat ik investeer, maakt een verschil. Eens? Dat moet DNA zijn. Ik wil dat je dit hoort, als je in de lid bent van de kerk of niet, heeft niks te maken, je bent niks verplicht. Niks verplicht. Als ik jou niet als leider, als voorganger kan inspireren, dan maar niet. Wist je dat? Dan maar niet. Dat moet je maar aan de Heer vragen dan. Mijn taak zit erop. Ik heb geprobeerd te inspireren, te schetsen. Het woord van de Heer bij je te brengen. En dan ga jij en ik, dan gaan wij daar over nadenken, lezen en bidden. En zeggen, Heer, ja, hoe zitten die dingen? Ik wil het weten. Ik wil Gods plan weten. Weet je wat het... De financiën, ben je met me eens, is een heel belangrijk ding van je leven. Elke keer weer, bij elke Albert Heijn, bij elke benzinepomp, beginnen ze over geld. Vervelend, hè? En sommige mensen zeggen, ja, de kerk hebben ze steeds over geld. Nou, het is een belangrijk onderdeel van je leven. We hebben het niet steeds over, valt wel mee. Maar het is wel een heel wezenlijk onderdeel van wie we zijn. Maar hier begint het. 2 Korinthe 9 vers 7. Nummer 1 van de punten die ik heb. En de Beamer krijgt, natuurlijk moeten ze meelopen, maar vanmorgen was het al heel hard werken voor ze. Want ik heb toen echt geprobeerd, een heel compleet plaatje. Hier staat iets heel belangrijks. Dit is de basis. Als voorganger vraag ik niet om je geld. Als voorganger vraag ik om te bidden. En om te gaan zelf studeren hoe het werkt. Waar jij in gelooft. Waarvan jij denkt wat God zegt tegen je. En ieder doet nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen. Purposed in his heart, staat er in het Engels. Purposed in his heart. Niet met tegenzin gedwongen. God heeft de blijmoedige gever lief. In de NBV laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zelf besloten. Dat lijkt wel een... 21e eeuw tekst daar. Zelf besloten. Ik wil zelf beslissen. Tuurlijk moet je zelf beslissen. Zeker over financiën. Zonder tegenzin of gedwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Zie je? Er zit natuurlijk toch iets in. God zegt helemaal zelf beslissen. Maar ik vind het wel leuk als je met vreugde mij dient met je financiën. Ja, dan gaat mijn beslissing al een bepaalde kant op natuurlijk. Als de Heer dat erbij zegt. Ja toch? Beetje reageren. Help me om het makkelijk te houden. Help me. We praten over een levensstijl. In Lucas 16
Je kent dat wel, het verhaal. Lucas 15 was de verloren zoon die thuis kwam. Prachtig, prachtig. Lucas 16 vers 1 zegt de vader tegen die zoon. Er was een zoon die verkwiste al zijn geld. Dat gaat dus over mij. En dan komen alle principes over financiën. En God zegt dit. Als je trouw bent met geld, kan ik je het ware toevertrouwen. Ik zeg tegen elke voorganger, wees jij alsjeblieft trouw. En jouw kerk laat die trouw zijn. En ik vraag het ze af en toe, geef jouw kerk tiende. Hoe kan je ooit iets zeggen tegen je mensen als je niet zelf voorop loopt? En als je jouw kerk, dat jij ervoor zorgt, persoonlijk. Hoe ver zijn we met onze tiende? Als kerk, dat we daarin God in ieder geval dienen. En een toon zetten. Als we trouw zijn daarin, kan God ons meer toevertrouwen. Je kan geen twee heren dienen. Of je zal de een minachten, de ander lief hebben. Geld, als God je geld heeft, zeg ik altijd maar tegen mezelf. Als God mijn geld heeft, dan heeft hij mij. Dan heeft hij mij. Dan, er zit iets achter geld. Als ik dat overwin, door te wandelen in Gods principes ben ik overwinnaar. En dan zal ik Gods zegen gaan zien. Ja toch? We praten over een levensstijl van vrijgevigheid. Een paar teksten, 1 Timotheus 6 vers 18. Om wel te doen, rijk te zijn en goede werken, vrijgevig. Het woordje vrijgeven kom je veel tegen in de Bijbel. 2 Korinthe 9 vers 10. God die geeft zaad aan de zaaier. Zodat als hij ziet dat wij zaaien, geeft hij meer zaad. En dan staat erbij hier zo. Dan zal ik u zaad geven en dan laat ontkiemen zodat u vrijgevigheid een rijke oogst brengt. Als we vrijgevig zijn. Jouw wereld wordt er mooier van. Mooier van. Als je vrijgevig wordt. Geloof je dat? Als je de Heer dient. De Heer, ik wil een verschil maken. Ik wil een verschil maken met dat wat ik heb en wat ik kan geven. Wie vrijgevig is, wordt allemaal rijker. Spreuken 11, die had ik net al in het Engels. Wie gierig is, wordt arm. In Haggai 1, we praten heel kort even over levensstijl van vrijgevigheid. En je kent hem waarschijnlijk, dus doe iets meer uit mijn hoofd. Haggai 1, de Heer zegt dit daar. In dat hele hoofdstuk vol emotie. Mijn volk zegt dat het de tijd nog niet is om een huis te bouwen. Terwijl ze zelf wel, jullie zeggen wel, het is de tijd om in jullie mooie huizen te bouwen. Denk toch na, staat er letterlijk. Denk toch na in de NBV. Welke weg zijn jullie ingeslagen, staat er. En dan zegt de Heer, toen je kleden werd je niet warm. Toen je ging eten werd je niet verzadigd. En toen je geld kreeg, je salaris door een doorboorde buidel. Het was alweer weg voordat je het kon uitgeven. Waarom? De Heer zegt omdat mijn huis een puinhoop is terwijl je zelf voor je eigen huis draaft. Dat was een strak woord, hè? Maar er zit geen veroordeling in. Ik wil ook niet dat je vandaag veroordeling voelt of schuld. Dat gaat nergens heen. Schuld gaat nergens heen. De Heer Jezus heeft je vergeven. Inspiratie. Want de Heer zegt dan ook, ik ben met jullie, zegt hij dan. Staat allemaal in die teksten die je staat op het scherm. Ik ben met jullie. Dus, wat ga je doen? Ga het huis bouwen. Gaat hout halen enzovoort en gaat huis bouwen. En de volken om jullie heen zullen de glorie zien. En je zal zien dat de tempel nog meer glorie heeft die komt dan de tempel die je al gezien hebt. Er zit geen veroordeling in. Aansporing wel. Inspiratie zit erin. En vanuit dat hart willen wij ook de Heer dienen. Bij Kain en Abel. Volgende stukje Kain en Abel. God wil dat je offers brengt met geloof. Je had Kain en Abel. Ik haal altijd door elkaar, wie is ook in wie, dus even goed kijken. Na verloop van tijd bracht Kain de vruchten. En Abel bracht van de eerstelingen zijn offer. Voel je het verschil? Een groot verschil hoe je geeft. Geef je het als het eerste voor de Heer, principe van God eerst. Of na verloop van tijd, bijna uit een soort schuldgevoel van ja, ik moet toch ook wat geven aan de kerk. En dan zegt de Bijbel dat God daar geen acht op sloeg. Op het offer van Abel wel, maar van Kain niet. Of andersom, dat vind ik altijd zo ingewikkeld. Ik moet er nog eens ezels... Abel wel. Abel was de goeie, oké. Daar was de Heer blij mee. De houding van Kain, nou dan, dan doe ik ook al wat. De Heer zegt, ja, op die manier word ik er niet blij van. Jij niet en ik niet. Er zijn mensen die douwen iets in het collecte-emmetje. En die mensen zijn niet blij en God ook niet. Dat is erg. Dan ben je echt gewoon je geld kwijt. Maar gewoon je geld gaat nergens heen, draagt geen vrucht, zit geen zegen op, zit geen oogst, geen beloftes van de Heer, niks. Weg. Dus de Heer zegt, laten we dat niet doen. Ik word er niet blij van en jij ook niet. Ja toch? Volgende puntje.
Weet je, punt 4. Ik ga die vier facetten even noemen. Die vier facetten. En ik ga zoveel mogelijk uit mijn hoofd doen. Ik ken ze uit mijn hoofd. Ik ken alleen niet de teksten erbij precies uit mijn hoofd. Vier aspecten. En alle vier hebben een belofte. Een speciale belofte van de Heer op het aspect van Gods plan met jou en mijn financiën. Is dat oké? Sommigen van jullie kennen ze. Sommigen van jullie denken, ja, het is goed om even weer te herinneren. Hoe zat het ook alweer? Nummer 1 is natuurlijk beginnen we met de tiende. Een van de voorgangers die zei, waarom eigenlijk eerst de tiende? Ik zeg, omdat dat is van de Heer. Zijn deel. Dat moet je eerst teruggeven aan hem. Dat is van hem. En al het andere is dan, die 90%, dan zegt de Heer, daar heb ik ook nog een paar ideeën over. Over geven en over aalmoes en al die dingen. Maar de Heer zegt de 10%. Malachi 3, die kennen jullie natuurlijk. Malachi 3, en dan zegt de Heer, stel mij op de proef. Mijn volk berooft mij. Dus hij zegt, beroven, Heer, dat is wel een zwaar woord. In de tiende en in de heffingen, dat wat naar de tempel gebracht moest worden. En dan zegt de Heer, breng de hele tiende naar mijn voorraadkamer, naar mijn huis. Zodat er spijzen, eten is in mijn huis. Je tiende horen thuis in je lokale kerk. En dan, daar waar je wortels, daar waar je zegt, hier ben ik geplant. En hier krijg ik eten. En dan zegt de Heer, stel mij maar op de proef dat ik de hemelsluizen zal openen. Hier heb je belofte. Hemelsluizen openen over jouw leven. En dan bedoelen we niet de regen. Dan bedoelen we de zegeningen van de Heer. In het Engels staat er no room enough to contain it. Er zal zoveel zegen krijgen dat je niet eens weet waar je het allemaal moet laten. En de kaalvreter zal ik voor je dreigen. De vijand, de duivel. Er is een vijand van jouw ziel. En die probeert, hij is gekomen om te vernietigen. Om dood te maken. Om te roven. De dief. En God staat op en zegt stop. Dat is lekker. Dat is lekker dat God dat zegt. Je kan natuurlijk allemaal bevrijdingssessies gaan doen. Er is een boek van Pastor Brian, een nieuw boek. En ik weet niet of je het gelezen hebt. Wie heeft het gelezen? There is more. Een heel inspirerend boek, heel goed. En halverwege ergens staan er een heleboel vragen. Elke vraag is wel een pagina van antwoord. Hoe kan mijn kerk in opwekking komen? En al die dingen. Hoe kunnen we Gods open hemel ervaren? Zo'n antwoordje. Tiende betalen. Hij zei, daar kan ik erg kort over zijn. Tiende teruggeven van de Heer. Dus daar is de Bijbel echt duidelijk over. Andere dingen, bidden en vasten, valsen, dat kan je overslaan met tiende betalen. Dus dit is de belofte, de bescherming van de Heer op jouw leven tegen de vijand. En dat de hemelsluizen opengaan. Dat God je zegen in overvloed over je zal uitstorten. Dat is een hele mooie, ja toch? Dat is een hele, hele mooie. We verbinden hem, weet je, over tiende, oh ja. Sommige mensen zeggen, ja, maar het is de wet. Nee, het was ver voor de wet. Abraham ontmoette Melchizedek. De Biemer, ga maar kijken welke teksten dat zijn. Ze lopen allemaal parallel als het goed is. Hij ontmoette Melchizedek in het Oude Testament. Eigenlijk de Heere Jezus in het Oude Testament. Er staat bij, in Hebreeën wordt het weer genoemd, Hebreeën 7, dat hij had geen voorgeslacht, geen eind. Hij doet brood en wijn. De hoge priester Melchizedek, dat is de Heere Jezus. En Abraham reageert, ik ga u mijn tiende betalen. Jacob ligt te slapen, ziet de visioen, hemel open, ziet het huis van de Heer. Hij zegt, hoe onzagwekkend is deze plaats. Ik heb het niet geweten. Dit is echt het huis van God. Noemt het Bethel, huis van God. En doet dan twee dingen. Hij richt een steen op aanbidding. Eigenlijk de eerste steen van het huis, waar later het huis van de Heer zou worden gebouwd. En hij zegt, ik zal u mijn tiende betalen. Stip mijn tiende. Ver voor Mozes, hè, dit. Ver voor de wet. Het is een principe. Het is geen wet, het is een principe. En als je wandelt in Gods principes, kan hij... Dit is een mooie regel. Als je dingen geeft in Gods hand, waar hij wat mee kan doen. Gehoorzaamheid, volgen van zijn stem, wandelen in zijn principes. Daar kan hij wat mee doen. Dat geeft vrucht in jou en in mijn leven. En dan zeggen mensen, ja, maar het Oude Testament, het Nieuwe Testament ook. Matthäus, volgens mij 23, vers 23, klopt dat? Ja. Daar zegt de Heer tegen de fariseeën, er staat nog bij, ze waren ook nog gierig, ja, geldzuchtig. En dan zegt hij, het ene moet je doen en het andere niet nalaten. Je moet je tiende betalen en barmhartigheid, graag. Allebei. In Hebreeën 7, vers 1 en verder, wat ik net al noemde, waar het spreekt over hier ontvangen mensen... Sterfelijke mensen tiende. De tiende gaan natuurlijk gaan naar de kerk, gaan naar de gemeente. Gaan uiteindelijk naar Jezus toe. En iemand zei, Melchizedek was de hoge priester.
het beeld van Jezus. En iemand zei, eigenlijk erken je Jezus als hoge priester. Door je tiende aan hem te geven. Door je tiende. Er is een link daar. Er is iets heel moois in Hebreeën 7. Zie je dat? Weet je, er is de echte vraag over tiende. En dat probeer ik steeds uit te leggen. Is niet de wet. Want dat was al ver voor de wet en na de wet. Het is niet het Oude Testament, het is ook het Nieuwe Testament. De echte vraag, Jezus heeft het erover, is vertrouwen. Vertrouwen. En misschien zeg je wel, de arme zegt, als je niet veel geld hebt, als je die zegt, dat kan ik niet betalen, het is veel te veel geld. De rijke, met een goede baan, die zegt, weet je hoeveel geld dat is? Dat ga ik niet betalen. Al jaren geleden nog in het oude gebouw, dus dat is een heel veilig voorbeeld. Kwam er iemand met een grote Audi. Ja, iemand van de kerk, een grote Audi A8 volgens mij. Het was jammer, het was geen L, die heb je ook nog, hè, een verlengde. Die was het niet, maar verder was het een hele dikke auto. En die stond, nou moet je eens ophouden voor die 10 elke keer. Weet je hoeveel geld dat is bij mij? Ik zei, nee, dat weet ik niet, maar aan de Audi te zien. Niet zo ver later ging hij de kerk uit. De geldzuchtige, fariseeën staat erbij, heel subtiel. Die geldzuchtig waren. Weet je, er is iets. Heel veel mensen zijn blij. Ik was trots op de voorgangers die zeiden, kunnen we dit niet gewoon CLC breed een keer doen? Ik zei, ja, graag. Dat was niet mijn idee. Ze kwamen er zelf mee. En weet je, ik ben blij dat ik in een kerk mag zijn. En een family van kerken waar we er vrijelijk over kunnen praten. Maar jij weet ook dat sommige mensen die zeggen, ik wil er niks over horen. Ga naar de Heer ermee. Ga naar de Heer. Waarom zo? Tiende doet wonderen. Eén wonder ga ik je noemen, maar dat weet je al, denk ik. Maar voor degenen die het nog niet gehoord hebben. Het is een smeuig verhaaltje en het is waar gebeurd. Ik zat mijn tiende te schrijven, al jaren geleden. We waren niet zo heel lang getrouwd. Mathilde maakte zich altijd zorgen, want mijn moeder die zei altijd, wacht maar met kinderen. Want met de kinderen komen de zorgen. Leuk is dat, hè? Als je eigen moeder dat heb ze niet één keer gezegd. Maar... Dus ik naar een sessie. Op de bank, met een psycholoog. Hoe was het thuis? Nee, dat is een ander verhaal. Nou, dus, dat zegt je eigen moeder, zeg maar. Komt het een beetje binnen? Hoe dat dan overkomt, is volgens mij... Dus ze zei tegen mij in de derde persoon, wacht jij nou maar voorlopig met kinderen, want met de kinderen komen te zorgen. Dat was ik vroeger bij u. Heb ik nou... Oké. Dus dat. Dus Mathilde hoorde dat allemaal. Het was ook nog zo, er werd ook gezegd waar Mathilde blij was. Ook dat is... Heel subtiel. Leuk verjaardagsfeestje. Leuke opening. He, kom verder, doe je jas uit, koffie. En wacht even met kinderen, want dat is zo'n probleem. Zegt dan mijn moeder tegen Mathilde. Dat klinkt al. Jullie moeten een beetje meeleven. Ja, zo, dat is beter. Enfin, Mathilde maakte zich een beetje zorgen. Kan je je voorstellen? Dames, hier, als je net getrouwd bent, je gaat trouwen, of komende week terug. Of als je verkering hebt... De mannen zijn er totaal niet mee bezig, van hoeveel kinderen enzovoort. Maar de dames wel. Vaak al, vrij snel. Nou, als je nou een hele stomme fout wil maken, heren. En je bent gewoon een beetje aan het daten. En je vraagt, oh, trouwens, hoeveel kinderen zou jij nou willen? Dat is bij een vrouw, dat gaat diep naar binnen. En wij denken er niks bij. Dat is gewoon, ja, nou, is toch leuk om te weten. Kijk, ik ben benieuwd eigenlijk. Maar bij vrouwen gaat dat... Oké, dus... Ik zit mijn tiende te schrijven en echt, het is waar gebeurd. In een seconde, ik was er niet meer bezig, in een seconde. Ik wil kinderen. God zette een diepe schakel, een verlangen naar kinderen. En dat was echt een wonder als je mij kende. Ik wist dat het een wonder was. Dus ik liep gelijk naar Mathilde. Ik zei, Mathilde, ik ben er klaar voor. Ik wil kinderen. Nou, Mathilde was ook stille tijd aan het houden, maar ze was wel heel blij. Maar ze ging wel eens stille tijd afmaken natuurlijk, hè. De Heer eerst. Heel eerst. Maar als je weet waar Jozua vandaan komt. Uit de tiende. Uit de tiende pot. Uit de tiende pot. Dus tiende doet wonderen. Heus. Het zet de hemelsluizen open, dames en heren. En de kaalvreter die een stemmetje in mijn hoofd. Nee, moeilijk, wachten we. De Heer zei stop. Wonderlijk toch? Het is een grappig verhaal. Het is smeug, maar het is 100% waar gebeurd. En het laat iets zien over de kracht van tiende. De kracht van wat God ineens doet als je hem dient. Oké, nummer 2 is geven. Offers. Gewoon offers geven. Wat je extra geeft.
Misschien wil je het investeren, dan moet je extra geven over je tiende heen. En er is een andere belofte bij. De belofte daar is, ik zal ervoor zorgen dat jij terugkrijgt. Mensen zullen jou geven goede, gedrukte, overlopende maat. Het is een zaaien en een oogsten wat je doet met de Heer. En dat vind je natuurlijk in Lucas 6, vers 38. Geef en je zal gegeven worden. Goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in uw boezem geven. De Heer Jezus zei in Matthäus 10, iedereen die dingen loslaat, zelfs vaders, moeders, dingen loslaat voor mij, offers brengt, hij zou een veelvoud, staat zelfs honderdvoudig, terugkrijgen hier nu en vervolgingen, staat er dan heel subtiel bij, en in het eeuwig leven. Dus dat is de tweede. De tiende beschermt en zegt een halt tegen je kaalvreten en de hemelsluis gaan open. Tweede offers geeft ons de mogelijkheid om te gaan zaaien en een grote oogst te zien komen van dat wat we zaaien in geloof. De derde zijn de aalmoezen. En de aalmoezen is een beetje een ouderwets woord voor dat wat je geeft aan arme mensen. Als je een compassion kindje hebt of een ander kindje wat dood een kindje hebt of als je gewoon geeft. En ik vertelde je vorige keer, ik was aan het voorbereiden hierop al en ik had het idee dat de Heer zei, die aalmoezenwereld, kan je nog een stapje verder? En ik dacht, en eigenlijk nog wel sterker, het idee dat God zei, je moet iets doen op zaterdagavond. Je moet iets doen met die aalmoezen. Dus ik dacht, oké, ik ga wel een bedrag over maken of zo, een goed doel. Ik zat al wat te bladeren, Israël dingen of zo. En een uur later staat er iemand aan de deur van het leger des Heils. Ik heb het jullie verteld en ik dacht, ik wist gewoon, dit is van de Heer. De Heer wil gewoon dat ik wat doe met die man ga helpen. Dus we hebben nu een soort dat je elke maand, weet je wel, iets laat afschrijven. En gewoon, ik wist, wat het ook is, iets voor de arme mensen. Of voor de Nierstichting, of voor de Hartstichting. Vroeger, ik was vroeger een heel eigenwijs mannetje, nou niet meer. Ik ben christen, ga je geheel anders, ga je het Christus leren kennen. Voor de echte theoloog, dat is de tekst die daarbij hoort, die had je begrepen toch? Ga je geheel anders, ga je Christus leren kennen. Dat was overigens een van de lijfteksten bij de navigators, weet je nog? Daar liepen we mee rond. Dat is lang geleden. Ja, wij zijn al bij navigator achtergrond. Dus, ga je geheel anders, ga je Christus leren kennen. En waarom zei ik dat nou? Dat weet ik niet meer. Leger des Heils. Oh ja, vroeger, als de Hartstichting aanbelde, of de Nierstichting, of Jantje Beton, en dan zei ik tegen mezelf, dat is niet christelijk. Dus daar geef ik niet aan. Wel christelijk, weet je. Ja, jullie zijn zo niet geweest. Jullie zijn altijd al heel vrijgevig en vriendelijk en bouwend met iedereen. En ik zie al die meelevende gezichten afkeurend naar mij kijken. Hoe kunt u dat nou denken? Totdat de Heer, gelukkig, de Heer spreekt ook tot jullie voorganger, oké? Okay? Hij corrigeert mij ook. Oké? Okay? Joshua roept mooi. Ik weet niet waar, ik ga straks eens praten wat hij daarmee bedoelt. Dus, het eerste zei, aalmoezenwereld, die geef je gewoon aan mensen in nood. En mensen die het nodig hebben. En wat er ook, letterlijk, eigenlijk een beetje wat ik dacht, dat de Heer, wat er ook aan je deur aanbelt, geef wat. Geef gewoon wat. Omdat je een levensstijl van vrijgevigheid wil ontwikkelen. En tenzij het natuurlijk een hele, maar ik heb nooit een rare organisatie gehad die allemaal goede doelen. Dus ik ben daarin veranderd. Ik wil die schakelen. Ik snap wat de Heer wil. Dat ik omzien ook naar de armen. Oké, dat zijn de aalmoezen en die vind je Handelingen 10. Cornelius, die was aan het bidden. En toen kwam ineens daar de engel. En die zei, Cornelius, God heeft je gebeden gehoord en je aalmoezen gezien. Gezien wat je allemaal hebt gegeven aan arme mensen, mensen in nood. En je begrijpt dat je die pas kan geven als je tiende al betaald hebt. Hè? Dat begrijp je. Dus Cornelius zei, God heeft mij gezonden. Dus wat doet aalmoezen? Het zet Gods kracht vrij. Gods boodschapper, de engel kwam daar. Het zet enorme kracht achter je gebed vrij. Achter je gebed, en eigenlijk mijn verhaaltje, ik ben aan het voorbereiden. En natuurlijk doe ik dat biddend op zaterdagmiddag, zaterdagavond. En ineens komt daar iemand, zet er wat kracht achter met een aalmoes. Oké, dat doe ik. Zie je de belofte die daaraan gekoppeld is? De gebedskracht die werd versterkt. En als je het verhaal leest, wat pas nog genoemd, zijn huis kwam vol met mensen en de Heilige Geest kwam. Er was een grote opwekking bij hem. En dan de vierde zijn de eerstelingen. En volgende week hebben we moederdag, dan gaan we nog even iets kijken over wat er nou precies gebeurt met Pinksteren. Ik noem het in het filmpje ook al, maar Pinksteren is zo'n prachtig feest. Zo'n prachtig feest. Maar Jeruzalem was vol met mensen die vrijwillig
uit eigen beweging, uit dankbaarheid, waren gekomen naar Jeruzalem uit het hele land en omstreken om de Heer de eerste oogst, om daar een dankoffer te brengen. Een soort biddag voor het gewas hebben wij nog in de traditionele kerken. Dat is eigenlijk zoiets. En ze kwamen, en er was een, toen de Heer Jezus, het Pinksterfeest, of eigenlijk het Eerstelingenfeest, was 50 dagen. De eerste dag begon en de Heer Jezus stond op die dag. De Bijbel zegt, hij is de eerstelingen van de broeders. En dat duurde 50 dagen, Pentecost betekent 50. En toen kwamen ze met hun eerste schoven, eerste lammetjes, eerste vrucht, kwamen ze brengen naar de tempel. Ezechiël 44, zet me even op het scherm. Hier komt de belofte die bij een eersteling hoort. Je dankt de Heer voor de eerste oogst. Je dankt de Heer voor wat hij al gedaan heeft. Je dankt de Heer voor wat hij gaat doen deze oogsttijd. In geloof. En dat breng je bij de priester. En de priester die er dan zal zijn, die gaat een gebed over jou uitbidden. Een zegen over, dat staat hier op je scherm, over jouw huis. Over jouw huis. Dat is een bijzondere zegen bij het eerstelingenoffer. Het is ook wel begrijpelijk. We weten, David deed het, hè, dat hij zei, wie is bereid? Ik heb uit liefde voor ons huis ook nog bovendien dit geschonken om de tempelbouw. Mozes met de tabernakel, waar hij het volk oproept. En dat hij op een gegeven moment zelfs kon zeggen, stop maar mensen, we hebben zoveel gebracht. We hebben meer dan genoeg om de tabernakel te bouwen. En waar deze, weet je, waar een volk zo houdt van het huis van God, om dat te bouwen met elkaar. Dat God zegt, ik zal jullie huis, jouw huis ook zegenen. Dus als je, volgende week zijn de kaartjes klaar en dan kan je opschrijven waar je God voor gelooft voor jouw huis. Heer, ik zegen uw huis met een speciaal offer. Met een offer wat me echt wat kost. Dit eerstelingenoffer maakt het verschil tussen net kerk kunnen zijn en kwaliteit. Een deel gaat naar wat ik al zei, naar organisaties in de wereld rondom. Een deel, weet je, sommige dingen, een deel gaat, het gaat over vooruit bewegen van de kerk. Sommige dingen moeten gewoon gebeuren. We hebben een mooie lampen. We hebben al lampen gekocht, eerlijk gezegd, in geloof. En er komen er nog een paar bij. Vind je ze mooi? De verlichting. Dingen als de brandweer, brandweerveiligheid. We moeten weer wat dingen aanpassen enzovoort. Vind ik niet sexy. De brandweer vind ik niet sexy. Ik vind ze heel aardig. Daniel de Vos werkt er, die is wel aardig. Maar verder vind ik ze. Maar ik snap dat het moet gebeuren. En we leven straks weer in een super, super veilige kerk. Dankzij Hart voor het Huis offer. Maar hoe dan ook die dingen moeten gebeuren, weet je. De kerk vooruit bewegen. Mooi maken, aantrekkelijk, zodat mensen makkelijk God kunnen vinden. Thuis kunnen komen bij Hem. Ik hoop dat je het doet met geloven, met investeren en met visie. En met een gebed in je hart. Heer, laat dit offer met Pinksteren straks, laat het vrucht dragen voor u en voor uw koninkrijk. Ik eindig met waar ik begon. Ik wil dat je, as you purposed in your heart, zoals jij je hebt voorgenomen. Niet uit emotie, daarom doe ik dit een paar weken van tevoren al. Daarom lezen we het boekje van Klaus Jan om rustig voor te bereiden, biddend. Ik vraag je niet om geld, ik vraag je om te bidden. En om de Heer te vragen wat hij tegen jou zegt. Ja toch? En dan met elkaar zullen we zien dat we een mooie zegen mogen zijn hier in Den Haag, dit huis en natuurlijk in de wereld waar we in leven. Zullen we bidden met elkaar? Vader, dank u wel, Heer. Voor uw zegen, dank u wel dat we zo mogen, elkaar mogen helpen om financiële vrijheid te komen. En ik bid voor iedereen die CLC thuis noemt. Heer, hier in Den Haag, dat we allemaal in die financiële vrijheid mogen komen. Dat als we iets willen doen, dat we het kunnen doen. Als we iets willen geven, dat we het kunnen geven. In de vrijheid. Zodat we u mogen dienen zoals we dat willen doen. Ik spreek financiële vrijheid uit, Heer. Over iedereen hier. Waar we ook zijn. Help ons te wandelen in uw wegen. Op u te vertrouwen. En uw wonderen te zien ontsluiten. In onze levens. In Jezus' naam. Amen. Wat als Gods volk zou opstaan? Levend in de wereld, maar vanuit Bijbelse goddelijke principes. Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven? Levend in de wereld, maar vanuit andere waarden. Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven? Wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken.
Wat zou God kunnen doen door zo'n vlak heen? Wat zou de impact kunnen zijn?